Zondag 22 februari, FC Rijnland in de vierde klasse A. Gastheer van Amersfoortse SV, een tegenstander waar eerder met 2-0 van werd gewonnen in deze competitie. Maar nu, het zal ongetwijfeld lastiger worden. Waarom? FC Rijnland vierde de voorbije avonden het 25-jarig jubileum. Ja, en dan is het natuurlijk de vraag of het bier al een beetje is uitgewerkt bij de Leidenaren. Hier wel een eerste poging, maar die bal gaat daarover. En dat betekent wel dat de intentie duidelijk zijn. Rijnland wil die 3 punten absoluut gaan pakken. Maar het zal voorwaar best een zware strijd gaan worden hier op Sportpark Morskwartier. Daar wordt de bal inmiddels gepaast naar de linkerkant. Ik zie daar Joop Ome, die daar een positie heeft ingenomen in plaats van Dexter Pardon, die nog altijd geblesseerd is. En ook Pablo Luiten ontbreekt bij de ploeg van Rijnland. Maar er blijven nog genoeg jongens over die het verschil kunnen maken. Hier komt een corner voor Rijnland, maar daar komt niets uit. Vervolgens een nieuwe aanvalsopzet van Rijnland. Daar de overtreding op Mark Zodijn, die de vrije trap zelf neemt. En die komt daar op het hoofd van Arjan Kluivers. Maar die zoekt het doel duidelijk te hoog. Een goede kans, maar hij kreeg zijn hoofd er niet goed onder. En dat betekent dat het 0-0 blijft. Opnieuw dan FC Rijnland, dat wel de betere ploeg was in de eerste helft. Met daar een goede schietmogelijkheid voor Boudewijn Campus. En daar leek de 1-0 erin te rollen, maar hij schudt. Want de bal gaat, hij schudt zijn hoofd, want hij gaat net naast het doel van Amersfoortse SV. Deed de uitspelende vereniging dan helemaal niet. Nou, wel degelijk een goede actie daar. En daar moet Mario van der Pluim zich strekken om niet tot 0-1 scoren te komen. Daar een tweede mogelijkheid. En ja, nu wordt van der Pluim wel gepasseerd en daar gaat de 0-1. Nee, die bal wordt van de doellijn afgewerkt door een verdediger van FC Rijnland. En dat betekent dat FC Rijnland hier goed wegkomt. Dan de thuisploeg weer via Boudewijn Campus. Gaat daar handig op de achterlijn langs zijn tegenstander. Legt die bal af. Maar het schot van, Jeffrey Smelen. Nee, die komt daar in beeld. Smoort in de defensie van Abbersel. En dan is er tevens buitenspel geconstateerd. Het blijft al 0-0. Daar de harde kern van FC Rijnland. Dat natuurlijk heel graag een 3-punter op het bord ziet verschijnen. Om zodoende ook afstand te nemen van de nummers 5 en 6. Daar moeizaam uitverdedigen van Amersfoortse SV. Boudewijn Campus vindt daar Arjan Kluivers. Maar de middenvelder stuit op het uitgeschoven been. Dan de tweede helft met een voorzet van rechts. Die komt daar terecht bij Jeffrey Smelen. Kan daar niet bij. Maar Piet Brand wel met links. Een schitterende goal. Ja, er wordt gezegd zijn chocoladebeen. Maar dit is toch een heerlijke uithaal. En ja, vanzelfsprekend blije gezichten bij de thuisploeg. Een heerlijke goal van Piet Brand. Hij begrijpt het misschien zelf niet. Maar is daar toch tevreden mee. 1-0 voor de thuisploeg. Dan Amersfoortse SV. Wil toch zeker niet met de nederlaag naar huis worden gespeeld. Daar wordt gerommel rond het schafschopgebied. En daar de uithaal. En ik denk dat Mario van der Pluim die bal te laat ziet aankomen. En dat betekent de gelijkmaker die daar op het bord komt. Een balende Mark Zodijn en een scheldende Mark Zodijn. Maar het is niet anders. Er rest nog wel tijd. En Rijnland gaat daar opnieuw proberen Boudewijn Campus te bereiken. En daar komt hij vrij. En ja, dat doet hij toch heel soepeltjes. Heel fraai doelpunt van Boudewijn Campus. Die toch ook dit seizoen weer weinig moeite heeft om te scoren. Gaat er even langs het publiek en ja, dan gaat hij natuurlijk naar zijn nazaat en zijn geliefde om daar even een kusje uit te delen, zoals het hoort. Prima gedaan en dat betekent dat Rijnland de zegen gaat pakken. Hier worden de handjes geschud en we gaan nu nog even luisteren naar coach Henk Brand en speler Piet Brand. We hebben het feestweekend gehad, ja. En dan nu voetballen. Hoe ging dat? Voor de gasten was het natuurlijk best wel zwaar. Roerig weekend achter de rug, maar wel een heel leuk weekend. En dan zo afsluiten, ja, dat is fantastisch. 3 op een rij, dus we willen nog een beetje meedoen voor de bovenste plekken. Ja, en was je nog een beetje moe? Ja, we was wel een beetje moe, we hebben 2 dagen lam geweest. Deem goed gespeeld. Is het jouw derde klasse, denk je? Nee, ik denk het niet. Nee? Wordt zwaar. Misschien laat, want de eerste 3 van onze competitie, Hilligersberg, ASW en Bodegraven, zijn we goede ploegen. Dus we staan 9 punten op achter. Dus ja. Alleen heel misschien via de na-competitie. En daar wil je zin in? Of zeg je van, ik wil gewoon op vakantie? Nee, ik wil wel na competitie spelen. Dat is het leukste van het voetbal.